Goedemorgen, Dag, goedemorgen Jacques Herp. Welkom in het programma Delfts Blauw hier. Ja, ik ken jouw programma. hoe gaat het met je? Nou, prima joh. Ik bedoel, we zijn nog steeds bezig. Ja, en we zitten echt hoog. En jij bent ook... galm. Ja, maar dat kan ik helaas niet krijgen. Dat heeft te maken met dat ik hier in Spanje zit en jij in Nederland. Waar zit jij in Spanje? Ja, ik zit hier in Spanje, aan de Costa Blanca. Ja, lekker toch? Is lekker weer? Het is momenteel alweer 19, 20 graden. Ik denk dat wij de lente overslaan, dat we zoetjes aan en gelijk de zomer gaan. Dat is mooi, man. Nou ja, hier is het up and down, hè, dat weet je. Ja, Jacques Herp, eerste vraag die bij mij brandde. Hoe lang zit jij nu precies in het vak? Hoe lang ik in het vak zit? Vanaf 1970. 1970. Vorige eeuw. Ja. Het is wat, hè. Ja. Jij hebt... We zijn nog... Jij hebt, al heel wat wegen bewandeld in de showbizwereld natuurlijk, hè? Ja, er zijn heel wat wegen die ik kan bewandelen natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Ja. En ik ben er steeds bezig, dus wat dat betreft. De reden dat we jou hebben uitgebouwd vanmorgen is vanwege de Engelstalige album Reset. Ja, mooi hè. En dan vraag ik mijn eigen af, jij bent een Nederlandstalige zender, waarom dat album Reset? Nou, ik zou je vertellen, ik ben begonnen met Engelstalige liedjes te schrijven. Ja. Hè, voordat ik eigenlijk die talentje gevonden in Scheveningen, waarbij Pierre Kartner mij toen ontdekte. Ja. Maar toen moest alles in het Nederlands overgezet worden. Ja. Maar ik denk, potverdorie, na zoveel jaar, het is toch wel zonde dat ik die Engelse versies nooit heb opgenomen. Dus vandaar dat ik alsnog gedaan heb. Ja. Er staan 12 nummers op. Als ik zo dadelijk een nummer draai, geef mij eens een hint welk nummer ik zo dadelijk het beste kan gaan draaien. Nou, bijvoorbeeld Baby I Do of zo. Baby, I do... Oh ja, de eerste nummer. Ja, het eerste nummer bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, voor de rest is het natuurlijk aan jou om zelf een keuze te maken. Ja, nee, maar als we zo dadelijk met het interview klaar zijn. Heb jij hier veel werk aan gehad, aan dat album maken, Reset? Nou, het is natuurlijk zo dat ik heb zelf in mijn studiootje... heb ik het allemaal zelf gemaakt, met behulp van samples en noem maar op. Hè. Dat kan tegenwoordig allemaal met een programma als Cubase... Ja. Ik weet niet of je dat kent, maar heel veel mensen uit de muziekindustrie die weten wat ik bedoel. Ja. En dan inzingen en dan laat ik het iemand anders masteren. En dan moet het gewoon klaar zijn, weet je. En, je hoeft er niet veel onder te doen. Maar het ging er mij eigenlijk om dat ik gewoon die nummers alsnog aan het publiek liet horen. Ja. Het hoeft geen hits te worden. Maar zoals jij nu bijvoorbeeld reageert erop, ja, dat vind ik al hartstikke leuk natuurlijk, dat je er aandacht aan besteedt. Ja, maar er staat ook één Nederlands nummer op, en dat is nummer 5, de Toreador. Ja, jij zegt Nederlandstalig, maar dat is juist het nummer wat ik al eerst in Engels gemaakt heb. Ja, was dat jouw eerste nummer? Was jouw eerste nummer toch niet, of wel? Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat was het nummer waar ik in 1970 dus in de koerzaal in Scheveningen, de Talentjacht won. Was dat nog voor Manuela? Dat was voor Manuela. Manuela was 1971. Aha. Ja. En in 1970 was mijn allereerste single De Toreador, maar dan in het Nederlands. Ja. Maar ik wilde gewoon nog even die nummers die ik in het Engels geschreven had, ja, alsnog opnemen. Want zijn geen platen maar spij geïnteresseerd die Jacques Herp Engelstalig laten doen natuurlijk. Dus ik denk, doe ik het zelf maar, toch? Ja. Ja, het is ook. Ik heb veel met veel collega's van jou spreek ik hier interviews. En we praten allemaal over vergane glorie. Vroeger had je op volle toeren. Daar stond jij ook regelmatig in. En John Spencer zei tegen mij: als ik in volle toeren stond, dan zat de eerste 3 maanden mijn agenda chockvol. Ja, nou, dat klopt ook wel. Dat pure promotie was dat, joh. Ja. Tuurlijk. Maar het zijn andere tijden natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je komt niet zo gauw meer in een programma terecht. Of je moet iets mee te maken hebben. Of een contract hebben met een omroep. Of je heel anders is geworden. Nee.
Maar ja. Jij denkt dan niet aan stoppen? Zolang mijn stem het goed blijft doen, hè, en mijn gezondheid het toelaat, doe ik nog een aantal optredens in de maand. En ja, meestal zijn natuurlijk wel heel veel nostalgische programma's, hè, dat ze Jacques Herder willen horen nog steeds met Manuela en die andere nummers. En daar ben ik alleen maar blij om. En ik heb een hele goede vrouw die voor mij zorgt, die 18 jaar jonger is, dat is Darling Dini. Ja. En die rijdt me overal naartoe, die ondersteunen me met alles. Dus dan, wat wil ik nog meer? Ik vind het dus zo gek, hè? Net zoals je bijvoorbeeld, als je een artiest pakt als Koos Albertsen. Daar hoor je of zie je op de commerciële tv's helemaal niks meer van. Terwijl dat hij na zijn ongeluk zijn vrouw had. Ik heb hem ooit tegengekomen in Helmond. En als je dan ziet hoe zijn vrouw hem helemaal uit die auto tilt, in die auto tilt, in die rolstoel en dan naar het podium toe. Ik heb daar ongelooflijk veel respect voor. Ja, ik ook, natuurlijk. Dat hebben we allemaal kunnen zien, natuurlijk. Ja. En het was nog zo'n collega van mij, Arie Ribbens. Die had ook zo'n vrouw die hem helemaal bijstond en zo. Nou, is toch geweldig. Ja. Nou, en ik heb ook zo'n vrouw, Darling Dini, die dat helemaal voor me doet. Is toch geweldig, man. Ja. Dan kunnen we toch nog even een paar jaartjes meegaan, hoop ik. Nou, onlangs een grootheid, vind ik persoonlijk. Grootheid, een groot tekstschrijver in Nederland, Pierre Carter, overleden. Wat heeft dat jou gedaan? Ja, mooi luisteren. Ik had Pierre al een paar jaar niet meer gezien. Dat vond ik natuurlijk al jammer, maar ik was niet de enige. Want iedereen was eigenlijk een beetje op zoek naar hem. Maar ja, hij verschool zich of weet ik wel wat aan de hand was. Misschien was hij al een tijd ziek. Ja. En nu ook, nu dat hij overleden is, je hoort ook niets meer van Annie, van zijn vrouw of van Walter, zijn zoon. Dus dat betreft is het heel vreemd gegaan. Maar ja, ik heb natuurlijk grote herinneringen aan Pierre. Ik bedoel, het is tenslotte mijn ontdekker geweest en de schrijver van bekende hits van mij. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik hem gekend heb. Ja. Toch? Jacques is mijn naam, heeft Pierre ook geschreven? Ja, dat klopt helemaal, ja. Is toch Jacques Herder mijn echte naam? Oftewel De Wees, hebben ze ook wel eens genoemd, De Wees. Ja, en de Toreador is niet van Pierre? Nee, het is niet van Pierre, die is helemaal van mezelf, dat klopt. Ja, ja. Maar Pierre Carter heeft jou wel, als het ware, in Nederland... De kaart gebracht. Ja, die heeft jou... Bij Wil van Manuela natuurlijk, dat ze een grote hit werd. Zing je dat nog steeds? Ja joh, ik kom er toch niet onderuit. ik kan de zaal niet verlaten voordat ik het gezongen heb. Ik heb ooit een keer, voor de grap heb ik het even niet gedaan. Ik ging de bühne af en dan gelijk weer scanderen. Manuela, Nee, dat, en daar mag ik alleen maar blij om zijn joh. Ja, als je nou terugkijkt naar carrière, Jacques, want je bent toch iemand die al een beetje op leeftijd begint te raken, met alle respect van die. Je kijkt terug naar je carrière, hoe kijk je daar zelf op terug? Mooi luister, ik mag niet ontevreden zijn natuurlijk. Ja. Maar er zijn toch allemaal een paar dingen die ik best had willen doen, zoals die musicals en zo. En... Dus kijk, ik zeg al, de Manuela was natuurlijk een geweldig iets. Maar het heeft ook zijn negatieve kanten gehad. Want je bent dan die jongen van Manuela. Ja. En dan is het heel moeilijk om nog andere dingen te gaan doen. Zoals musicals of wat dan ook, weet je. Ja. En, maar daar heb ik mij gewoon bij neergelegd. En ik mag alleen maar dankbaar zijn dat ik er nog ben. En dat ik het nog kan doen. En noem maar op. Ben je tevreden over hetgene wat je tot nu toe gedaan hebt? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ja. Ja. En ik zeg al, de dingen die ik nog dan wil doen, nou, die kan ik dus nu rustig maar gemak doen. Ja. Zoals deze, dat reset. Want je weet ook wel waar reset voor staat natuurlijk. Ja. Heb je die hoes ook gezien natuurlijk? Van die foto erop? Ja, maar daar had ik ook een vraag over. Die foto. Ja. Dat is een oude foto. Hè? Wie staan erop? Nou, wie erop staat weet ik niet. Maar dat zijn gewoon klanten van het café in Den Haag. Ja. Waar ik dan ik ging rond de jaren 60, geloof ik, rond 1965. En nam ik mijn gitaar mee en dan ging ik de kroegen langs met een kaibehoed op, zoals je op die foto ook ziet. En dan ging ik geld ophalen en had ik in een weekend soms wel eens 80 gulden. En dan ging die jukebox-stekker eruit, die zie je dan links ook nog op die foto staan. En die mensen die vonden dat prachtig dat ik een aantal liedjes ging zingen. Dus. Maar degene,
Maar degene die met die witte hoed en die gitaar in handen, ben jij dan? Dat ben ik, ja. Mooi toch? Ja. Dat is toch mooi? Vandaar, ja. Vandaar reset, weet je, even terug in de tijd. Ja, goed. Ja. We gaan de single draaien. Oh baby, I do. Okay. Jij gaat nog niet stoppen, hè? Nee, ik zeg toch, zolang we nog kunnen zingen en de gezondheid het toelaat, ja, blijven we gewoon even doorgaan. Dus, ja. Ja. Nou, ik ga je op de eerste plaats heel erg bedanken dat je vanmorgen in mijn programma was. Daarvoor mijn grote dank. En ik had een vraag. Ik had de vraag, zou u dat nummer Oh Baby I Do, zou u dat zelf willen aankondigen, Jacques? Nou, dat gaan we dan wel doen. Nou, Wil, hier komt voor jullie speciaal voor al die luisteraars die denken van, verrek Jacques, hè, dat heb je in het Engels. Jawel, hier komt het nummer Oh Baby I Do van het album Reset. Ik wens je nog een hele fijne dag en bedankt voor het gesprek. Ja. Bedankt. En jij bedankt voor de aandacht, hè, Wil. Ja, dank je. En succes. Succes doei. In de zender. Doei.